Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. It's been a hot minute. Ik heb de afgelopen twee vrijdagen geen boodschappenweekmenu gefilmd. Omdat ik een week ziek was en een week gewoon de boodschappen een beetje tussendoor haalde. Omdat ik nog niet helemaal opgeknapt was. Maar vandaag heb ik een hele week aan boodschappen in huis gehaald. Het is vandaag maandag, wat ook voor mij apart is. Meestal doe ik het op zondag. Maar gisteren was not my day either. En ik moest vandaag werken in de stad. Ik was vlakbij een Jumbo. Dus ik dacht, dan ga ik weer eens een keer naar een Jumbo toe. En ik heb het echt spijt van gehad. Niet zozeer omdat ik het heel veel duurder uit was of zo. Want volgens mij valt dat wel mee. Is het ongeveer gelijk. Maar gewoon andere producten. Alles zit op een andere plek. Ik was continu aan het zoeken. Dan hadden ze niet wat ik wilde. Maar wel een variant. En dan dacht ik, weet ik niet. Dus ik zat gewoon mezelf in de weg. Maar dit is dus voor een hele week boodschappen. Dus vanaf maandag tot en met zondag aankomende week. Nou is Brooke volgende week maandagjarig. Maar dat vieren we op zondag. Dus ik heb niet daarvoor de spullen gehaald. Ik heb geen party prep gehaald. Omdat het echt nog wel bijna een week duurt dat we dat vieren. Dus ik denk dat ik gewoon vrijdagmorgen of misschien zaterdag in de loop van de morgen even allemaal ophaal. Dat we taartjes hebben en tapashapjes en chipjes en zo. Ik heb wel eens een keer eerder een vlog gemaakt wat ik voor de visite en zo in huis haal. Wat ik dan op tafel zet. Dus ik zal wel eventjes hierboven inzetten. En ik denk niet dat ik het bij deze shoplog erbij ga doen. Dit is dus een shoplog van de Jumbo. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. En eerst wel linkjes en receptjes. Ik heb er nu geloof ik één. Eén linkje. Ik doe tegenwoordig niet meer zo heel veel recepten opzoeken. Omdat ik... Ja, op een gegeven moment kom je ook wel een beetje in de flow van wat je kan koken, ja of nee. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video's een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dit jaar weer beginnen met de boodschappen. Heel mijn aanrechtje ligt ook echt wel vol ervan, dus helemaal super. We eten vanavond woknoedels, die heb ik nog in de kast staan. Met wokgroenten, een kipfilet op 2. En dan oestersaus met dan die woknoedels. En die andere twee kipfilets ga ik zelf gebruiken voor in mijn salades. Of voor dit, dat kan ook nog. Hoewel ik ook nog kippendijfilet in de vries heb liggen. Maar we eten ook een keertje pokeball. Dus dan heb ik sushi rijst voor. Voor mezelf zalm. Ik zal die andere waarschijnlijk invriezen. Met sojaboontjes en bosuitjes. En ik geloof komkommer dat er nog bij hoort. Dit is voor het receptje. Nou vindt mijn partner en zijn dochter vinden allebei vis niet lekker. Zeker zalm niet, dus die ga ik gewoon alleen voor mezelf gebruiken. We eten ook een keertje kabeljauw met worteltjes en aardappeltjes. Nou gaat kabeljauw bij de meeste keren er wel bij iedereen in, dus dan hebben we lekker ook wat vis. Eitjesla voor mijn salades. Bos uitjes er daarbij. We eten een keertje, dus als ook mijn kinderen terugkomen op een donderdag, broodje hamburger. Hamburgers heb ik gewoon in de vriezer liggen, net als de broodjes. Dus dat is even cheddar kaas, kan ik ook een salade bij maken. Ik heb in de vriezer ook nog van die kipburger, vegetarische kipburgers of zo, van de vegetarische slager. Dus ik denk dat ik die erbij ga doen en dan zonder broodje, maar wel met sla. Paprika, ook als tussendoortjes vooral. Blauwe bessen waren in de bonus, of actie moet ik het noemen. Wokolie om de kip in op te bakken en de rijst vind ik net voor bij de sushi ook een beetje. Er zijn een beetje meer stapels, die waren ook allebei op. Ik heb wel olie om in te bakken, maar ik heb dus olijfolie met een pepertje erin en gewone olijfolie. Maar dus geen wokolie meer. Dit vind ik toch wel lekkerder als je met kip en zo echt moet gaan wokken. Ik heb van die bietenwraps, zodat ik dat met wat van de overbleven wortels en wat van de courgette met hummus en paprika lekker voor de lunch kan doen. Ik heb pannenkoeken en poffertjes. Want ja, Brooke vieren we de verjaardag op zondag. En dan denk ik dat ik s'avonds vaak niet heel veel honger meer. En dit is natuurlijk toch een beetje zo van, nou, je bent jarig, dus we hebben ethisch lekkers. Dus dan kunnen we dat doen. Ik heb deze als een soort van vervanging van die proteïnekwark dingetjes. En dan heb ik stracciatella variant voor. Ik heb de, wat is dit? Vanillesmaak. En de karamel smaak. Vroeger vond ik het heel lekker. Dus ik hoop dat het nog steeds een beetje hetzelfde spul is. Roomboter op de boterhammetjes en dan brood mee te bakken. Dan de courgettes voor bij de wraps. Komkommers voor bij de sushi bowl en voor als tussendoortje. Kalkoenfilet als eiwitbron voor mij. En gewoon één pakje salami. Ik heb nog boterhamworst. En voornamelijk wordt er smeerkaas, jam, pindakaas, chocopasta en gewone kaas gegeten. De gewone kaas heb ik hier ook liggen voor een hele week. Deze was echt aanzienlijk duurder als bij de Albert Heijn. Want ik weet dat hij bij de Albert Heijn iets meer dan een tientje is. En nu was hij iets meer dan 13 euro. Dus dat scheelt echt superveel.
Bij het op zoek gaan naar de broodmix om te kijken of de Jumbo een leuke broodmix heeft. Dat heeft de Jumbo. Deze kostte net zoveel als de witte broodmixen bij de Aldi. Dus nemen we even mee. En volgens mij is het wel van een grote brood. Als ik het zo zie. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien niet. Het is gewoon een grote verpakking. Toen kwam ik ook deze tegen. Dacht ik, nou, dan kan ik die eten. Dit zijn protein pancakes met 26 gram proteïne per portie. En een portie is 2 pannenkoekjes. Zoals dat had ik even zo snel gezien. Dus dat gaan we dan proberen. Als dit nou lekker is, dan kan ik dat wat vaker doen. Ik heb ook havermout. Ik heb s'avonds echt enorm veel snijtrek. Dus hoop ik als ik dan gewoon het havermout kan inplannen met een beetje blauwe bessen of met een appeltje of zo. Dat ik dan wat voller zit. Heb ik ook melk voor ons, zowel de pannenkoekjes als bij het brood. Als bij de havermout dan drink ik natuurlijk melk. En ook als ik eventueel een eiwitshake zou willen doen, dan heb je dat ook nodig. Hummus voor eventueel bij de paprika, bij de komkommer. Ook bij de wraps, zodat je het erop kan smeren met je courgette wortel zooi. Die je dan ook even met wokolie en een beetje kruiden kan maken. Super lekker. Ik heb slimpy aardbei en dan deze gelatineblaadjes. Daar kan je een soort van gelatine pudding van maken met deze. Dat vult ontzettend, is lekker en bevat enorm weinig calorieën. Ik geloof uit mijn hoofd. Als je het met 2 gelatineblaadjes per bakje maakt en dan zeg maar 250 ml daarvan maakt, is het 8 calorieën. Dus dat is hartstikke fijn. Ik zag in mijn herinneringen dat ik zoveel jaar geleden, toen ik heel erg bezig was met calorieën tellen, geroosterde boterhammen met avocado en tomaat ook had. Dus daar kreeg ik enorm veel zin in. Dat heb ik ook gelijk gedaan. Dan de Jumbo variant van de Crystal Clear. Ik heb 2 keer de perzik en 6 keer de citroen. En dan nog wat losse mandarijntjes. En toiletpapier, want dat moesten we nog hebben. En dit alles bij elkaar was een whopping €138,72, geloof ik of niet. Nou heb ik wel, de pannenkoeken waren ook in de aanbieding, de blauwe bessen waren in de aanbieding. En dat was het denk ik, oh nee, wacht, de zalmfilet was toevallig ook in de aanbieding. Dat is het dan denk ik. Ik heb wel embellage, hoe noem je dat, de flesje ingeleverd. Dat was €2,80. Dus al met al was de rekening €138,72 voor een weekje. En dan heb ik inderdaad nog niks voor de verjaardag. Deze week zitten er dus ook wat andere receptjes in dan wat ik normaal een beetje doe. Dat is ook omdat ik die herinneringen zag van toen ik het 5 jaar geleden zo heel erg goed ermee bezig was. Ik dacht van, oh ja, dat waren echt allemaal super lekkere receptjes. En daar had ik allemaal weer zin in. Vandaar dat ik het allemaal weer een beetje in huis aan het halen ben om te kijken van, goh, bevalt dat en ga ik dan mijn journey continuen. Dus, want we gaan hartstikke goed, alleen gaat het niet zo hard als ik zou willen. Het kan met de leeftijd te maken hebben, maar ik denk ook een stukje met dat ik best nog wel vaak een snackje neem dat niet per se hoeft. Zoals bijvoorbeeld paaseitjes als de kinderen op bed liggen. Of dat ik dan toch nog honger heb tussen de middag en dat ik een extra boterham neem of zo. Ja, ik ga niet helemaal zoals ik zou willen. Ik hou nog niet alles uit wat erin zit uit mijn eten. Dus dat ga ik zeker verder ontdekken. Dus hiermee ga ik gewoon lekker aan de slag. Dus alles staat ook onder in de beschrijving wat we dus per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's post. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doeg!